Zaterdag waren twee wedstrijden geprogrammeerd. Het eerste duel ging tussen Transvaal en Jong Rika. Transvaal in het wit, Jong Rika in geel-blauw. Transvaal speelt van links naar rechts. Jong Rika mocht de aftrap nemen. Sivion McIntosh hier aan de bal. Speelt in het centrum voor Lalani Toy. En al vallend scoort hij de eerste goal voor Transvaal 1-0. Dit is Sivion McIntosh, nummer 2 met de pass. En met de sliding passeert Lalani Toy, doelman Steenjo Misijan. Transvaal valt hier aan op links. Gerald Wijks aan de bal. En hij geeft aan Jersinho Grendel. Die maakt er 2-0 van. Nogmaals Gerald Wijks. Die overgestapt is naar Transvaal. Zat het vorig seizoen nog bij Inter Mungutapu. Hier een vrije trap voor de ploeg van Transvaal. Overtreding net buiten het strafschopgebied. En de vrije trap werd genomen door Lalani Toy. Nou, Misijan, die moest eigenlijk beter doen. Maar, je merkt het, via zijn hand gaat de bal in het doel. En dat betekent 3-0. Dat was ook de ruststand van de wedstrijd. Transvaal staat comfortabel voor na 45 minuten spelen. En dit is de tweede helft. En let op hoe Jong Rika hier balverlies leidt. Toy wordt hier goed aangespeeld in vrijstaande positie. Kap naar buiten en schiet met rechts achter doelman Misijan. En dat betekent dus 4-0 voor Transvaal. Lalani Toy, de topscorer van Transvaal van het afgelopen seizoen, laat zien dat hij nog steeds even scherp is. Maakt hier dus het vierde doelpunt voor de ploeg van Transvaal. Jersinho Eduard Lalani Toy. En uiteindelijk komt de bal bij Dejan Kamsi. 5-0 wordt het dan. Dit is Dejan Kamsi die een bal bezit komt en het vijfde doelpunt maakt. Dit is Wijks. Geeft aan Dimitri Apaya. Die haalt hard uit. 6-0. Diagonaalschot vanuit de flanken. Gerald Wijks met de assist. Zijn tweede assist in de wedstrijd. 6-0. Transvaal was duidelijk de veel betere ploeg. Hier krijgt Apaya de bal vrijstaand in het strafschopgebied. En hij heeft geen andere keus dan de bal te tikken achter doelman Misijan. Het wordt dan 7-0. Tweede goal van Apaya in de wedstrijd. En dit is Shamil Eduard die er 8-0 van maakt. Draagt dus ook zo zijn steentje bij in deze grote overwinning van Transvaal op de ploeg van Jong Rika. Transvaal bekert dus verder. Dat is heel duidelijk, want Jong Rika komt niet terug. En uiteindelijk mag Tafarel Doekoe ook deelnemen aan het doelpuntenfestijn. Hij bepaalt de eindstand op 9 voor Transvaal en 0 voor de ploeg van Inter Wanica. 9-0 dus de eindstand. Transvaal bekert verder.